Welk programma zou ik nog een keer willen presenteren? Ik ben zo dol op dat programma Kunst en Kids, dat ik denk, jeetje Mina. En als weet wie ik bedoel waarschijnlijk. Ik weet wie ik bedoel, maar ik noem geen namen. Ik vind, het is toch volgens mij al een vierde hondje van Koren, toch, wat hij heeft? Ja, mijn moeder is ook nog als het verkeerde vaas had, zegt ze ook, nee, die vaas niet, het is een lelijke vaas. Oké, man. Die komt nog te filmen hoe het afval bij elkaar is gedaan. Die willen mensen lijkt attractie. Me heel interessant, denk ik. Natuurlijk wel. Oh, het hondje van Moorden, toch? Oh, ja. Ben je dan helemaal niet meer bij hem geweest dan? Nee, hoezo dan? Nou, dat moet toch? Ben je lopend of met een bezem? Nou, maar één ding is zeker. Jullie hebben allebei dezelfde diëtisten. Nou, waar zit je met van de auto? Want ik heb last van mijn rug, hè? Ja, ik heb ook last van mijn rug, ja. Ik vind het zo knap dat je dat doet. Ja. Met jou zogenaamd pas last van je rug. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Nou jongens, het was weer een bijzondere week. Ik ben even langs mijn moeder geweest, gezellig. We hebben tv-opnames gehad voor Bo Exclusief. Het was heel gezellig, samen met Jim, Patricia Pai en Francis. Dat was weer genieten en de kijkcijfers waren goed. Deze week voor de laatste keer hebben we de opnames. Hebben we het 5 keer gedaan. Het is toch leuk in deze coronatijd dat wij nog een beetje aan het werk kunnen. Nou, voor de rest krijg ik heel veel leuke berichtjes allemaal op mijn Instagram story. We hebben van de week een live sessie gedaan met TikTok. En omdat ik meer dan 150.000 volgers had op TikTok, dus daarvoor ook ongelooflijk bedankt. En superleuk. Voor de rest ben ik heel druk bezig voor het goede doel om samen met André van Fabels deze week t-shirts uit te gaan delen in het ziekenhuis bij Alkmaar. Voor alle mensen die vaccineren en het heel druk hebben en vooral gedeeld in de zorg. Nou, daarbij hebben we van de week nog opnames gehad voor Het Beste Van. Dat zijn allemaal programma's, oude beelden van Top Op en van de Tros. En daar mogen we dan commentaar op geven met wat BN'ers en dat vinden we hartstikke leuk. Kijk, nu zie je dus hieronder de mensen die dus allemaal deelnemen. Dus nu stromen ze binnen hier. Ja, dus er gaan er eerst nu een aantal mensen komen straks en dan gaan ze straks een aantal vragen stellen. Belangrijk is dat we eerst gaan vertellen waarom we live zijn. Oké, nou alle lieve mensen die op TikTok zijn, ongelooflijk sympathiek dat er zoveel animo voor is. Het is voor mij natuurlijk heel bijzonder, omdat ik misschien wel niet helemaal in de doelgroep pas, eigenlijk waar het om TikTok gaat. En ik vind het ongelooflijk leuk om nu even live te chatten met de mensen die live op TikTok zijn. Iemand vraagt of je vaak naar zangles gaat. Nee, ik ga helemaal niet vaak naar zangles. Eigenlijk hoeft het ook niet. Alleen omdat ik nu zo weinig zing qua optredens, doe ik zangles om... Ja, het is net als sport. Het zijn twee hele kleine spiertjes in je keel. En dat is net met hardlopen of met turnen of met wat voor sport dan ook. Je moet het onderhouden. Dus dan sta ik even een uur stevig even te zingen. En dan wordt mij verteld wat ik wel goed doe en wat ik vooral niet goed doe. En dat is goed voor mijn brain en alles. Hoe ben je zo op TikTok gekomen? Nou, ik moet je zeggen dat ik ben op TikTok gekomen door het advies van mijn management. Die zegt dat is hartstikke leuk, dat doet de jeugd. Ik zeg ja, daar ben ik veel te oud voor, dat moet ik niet doen. En toen hebben we een paar leuke filmpjes opgenomen en ik wist niet wat er gebeurde. Die werden gewoon 15, 20.000 keer bekeken. Dan vind ik het superleuk en de reacties zijn superleuk, dus blijf enthousiast. Welk programma zou ik nog een keer willen presenteren? Nou, ik moet je zeggen dat ik ben niet jaloers op collega's of zo, maar wel een beetje op Frits Sissing. Maar ik ben zo dol op dat programma Kunst en Kids, dat ik denk, jeetje Mina, daar zou iets meer humor in kunnen. Maar ja, hij scoort 2 miljoen, dat willen we allemaal. Maar dat vind ik een fantastisch programma. Dat programma had ik heel graag willen doen, maar ik zit bij RTL en daar ben ik ook wel blij. Met de Mars Singer, met de Voice Senior. Ik krijg dingen opgestuurd. Ik denk, jeetje Mina, dat gebeurt bij die echte populaire jonge influencers. En, maar dat gebeurt bij Almagier ook, dus ik ben er heel blij mee. En bij collega's die hondjes hebben en zo. Ja, ik vind in deze dag moet je geen hondje kopen, vind ik gewoon. Dat is, er is een run op. Elk soort en elk ras. En dan moet je ook zo ontzettend uitkijken dat het niet doorgefokt is. En dat vind ik zo eng. En als weet wie ik bedoel waarschijnlijk. Ik weet wie ik bedoel, maar ik noem geen namen. Ik vind, het is toch volgens mij al een vierde hondje van Koren, toch, wat hij heeft. En als je ze straks weer na een half jaar of een jaar zat en dan... Nou goed, dat moet hij zelf weten. Als het hem verlichting geeft in deze tijd, dan moet hij dat vooral doen. Je hebt geen plannen voor huisdieren? Nee, nou, ik ben ook dol op honden hoor, moet ik zeggen. Als ik ooit een dier zou nemen, ik heb wat tortelduiven dan voor de gezelligheid. Maar ik zou graag een hond willen hebben, maar ik vind... In mijn vak, daar moet je of mensen voor hebben of er zelf zo goed voor kunnen zorgen. Je moet sowieso goed voor dieren zorgen. En ik vind dat nogal een dingetje. Daar heb ik het net even te druk voor nog. Ja. Zelfs in deze tijd.
Nou, even in mijn eigen huiskamertje, even gezellig uurtje op de home trainer. En het is nodig ook, kan ik je vertellen, in deze coronatijd, want het zijn veel hapjes. Rico de Beuker hier, dus een klein stukje te doen en dan komt het helemaal goed, jongen, met je. Verhoeven! Witte en rood, ja, dat vind ik toch zo mooi. Dit is dan even wat, zet ik hier neer. Ja. En heb ik nog één, en die witte roos heb ik die gezet. En dan haal ik deze even weg. Je laat die staan, hè? Welke laat die staan? Dat is hartstikke goed. Meen je dat nou? Ja. Oké, okay, nou ja, prima. Dan zet ik hier. Op die dan zet ik hier nog een bosje neer, goed? Ja. Moet ik even vaasje pakken uit de garage? Uit de schuur. Jammer van Jolien. Ja, mijn moeder is ook nog als de verkeerde vaas. Zegt ze ook, nee, die vaas niet, het is een lelijke vaas. Oké, man. Dus ik hoop, op hoop van zegen. Volgende vaas. Nou. Zetten we deze maar hier neer, man. En dan deze. Ja, daar had ik net geen rode roos meer over, maar... Hartstikke bedankt, Erik. Moet altijd ongelijk zijn, hè? Ja. Ja, joh. Ja. Is toch geen moeite? Is toch leuk, zo? Zeker. Verse bloemen! Ik hou ervan. Dit even opruimen. Ik heb nog te filmen hoe ik het afval bij elkaar is gedaan. Dit wil een mes aan praktisch. Lijkt me heel interessant, denk ik. Tuurlijk wel. Echt waar? Ja. Denk ik niet. Jawel. Met alles zien is ook gewoon gebeurd. Ja, ik moet nog een arbeidsmachine hebben, maar dat wil ze niet. Nee, dan houdt het op, toch? Niks tegen je zin doen, dan kook een hekel aan. En dan rolt ze theedoek. Nou, mijn moeder begrijpt het wel, hoor. Je bent zo lekker normaal gebleven. Mm-hmm. Je bent zo lekker normaal gebleven. Hoop ik. Dat weet je natuurlijk nooit. Nou, doe even een klein abbasje, man, dan is dat ook gelijk weg. En huppakta is mama morgen schoon. Huppakta. Zo gebeurt. Ja, we zitten gezellig even op boulevard te kijken, toch, man? Ja, hartstikke leuk. Altijd leuk, Lego's ervoor en met allemaal tips. En wat was er nou net nog meer voor? Wat was er nou nog meer voor net, joh? Oh, het hondje van Moorden, toch? Oh, ja. Ben je dan helemaal niet meer bij mij? Bij hem geweest zijn. Nee, hoezo dan? Nou, dat moet toch? Laat lekker gaan. Je was lekker in beeld. Je was lekker in beeld, zegt ze. Nou, we zijn weer bij Field Productions en we gaan zo'n programma opnemen. Het beste van, ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat ik iets moest zeggen over Dolly Parton en André Hazes. Maar we gaan het zien. We zijn binnen. Hoi, hoi. Hey, maar het is niet helemaal het beste van. Het is het soort beste de, van. Ja, nou, ik zie de auto van Samantha staan, dus dat is het niet. Nee, het is niet het allerbeste van. Hoi, hoi. We mogen weer wat doen. Koffietijd. Ik wil wel een koffietje. Koffie. Lekker hoor, wat een gezelligheid hier. Ah, je ziet dat toch, dat is net al lang, weet je wel. Ja, dat is een tijdje geleden dat je dat gehad hebt. Nee, dit is puur natuur. Nou, als Mika kan ik er niet van maken. Ga nog even lekker dichterbij met die camera, joh. Ja, en stop er maar mee. Stop er maar mee. Oh. Ben ik niet te redden meer. Ben je lopend of met een bezem? Nou, maar één ding is zeker. Jullie hebben zelf allebei dezelfde diëtisten. Ja, ze allebei dood. Leuk, hè? Ja, de manager. Ja, ik ben jou ook. Een doodschop geven. Oh, windkracht. Hey, hoe maar, is het? Nou, nee, voor deze gaat alles lekker. Het is alleen natuurlijk allemaal kut. Ik wil gewoon zo weinig doen. Was maar kut. Allemaal wat. Ik heb jou net nog gezien in je jonge jaren. Nee, joh. Ja, heel knap was je. Enig. Echt waar? Wat zeg je? Heel lief over je gepraat. Oh, was die knap? Heel knap was die. Ja. En ja, je kon ook heel goed dansen. Kon, ja. Ja, en zingen. En ik ben heel lief voor je geweest. Nou, dat is terecht, want dat ben ik namelijk ook. Ja, maar en ik ben ook heel goed. Ik ben alleen maar knap. Dat is heel lullig. Dat is geweest. Knap is voorbij. Nee, je bent nog steeds knap. Ook nee. Dat heb ik gezegd. Ik ben echt heel lief voor je geweest. Ik kan je wel eens een beetje voeren, maar niet toevallig had ik een goede bui. Dat meen je? Nou, dat gebeurt ook niet veel. Nee. In je haar zeker voor je horen, of niet? Ik wil hem haar ook laten groeien, net zoals jou, zo'n man. Maar het is nog niet dood genoeg. Dat zou je... Nee, nog niet dood genoeg. Je hebt nog nooit gezond haar gehad.
Wij beginnen met de eerste aflevering van de Disco Museum. Oh, wat leuk. Ja hoor, gewoon dat kan. Opletten. Iets even eerder. Leuk. Kijk die nog? Ja, maar dat ga ik nu nog niet doen. Wat ga ik zingen eigenlijk hier? Ga ik toch crying zingen? Doe even. Ik weet niet of het... Heerlijk! Ik vond dit wat, dat Candy Stain. Ik vind dat elk feestje dat ik heb gegeven waar ik ben, moet dit gedraaid worden. Ja, ik zie allemaal leuke dingen aan hier gewoon. Hé, dat is mijne. Gérard Jolien. Oh, dat is een oude. Een oude. Heel oude. Oude collectie. Kijk. Goeiedag. Hey, hallo. Alles goed? Ja hoor. Fijn. Zit daar alles in? Ja, 200 stuks. Ja, zo, dat is top, super. Ja, donderdag gaat dat gebeuren. Nou, weer zit je me in de auto, want ik heb last van mijn rug, hè? Ja, ik heb ook last van mijn rug, ja. Nee, dit is goed voor hem. Goed voor mijn dikke bast. Oké. Hey, super. Dank jullie wel. Dank je wel. Kan hier hierin, denk? Nee. Gaat het niet, hè? Nee, ik blijf geen uur staan. Op de achterbank dan, hier op de achterbank. Ja, dat doe jij normaal. Nee, dat... Of kan het, die kan niet eens. Nee, op de achterbank. Doe die deur maar open. Ja? Dat gaat niet zo. Ja? Nee. Oké. Okay. Ik zal alles uitleggen 3 keer. Nee, maar... Heel vermoeiend vind ik dit. Ja, ik ook. Sowieso vermoeiend dat ik hiermee moet sjouwen. Ik vind het zo knap dat je dat doet. Ja. Met jou zogenaamd pas lastig van je rug. Ik word er zo moe van. Ik word er ook zo moe van. Iemand heeft ook geteld. Heb je gezien wat er gebeurde net? Ik ben helemaal verbaasd, Wino. Hij kwam zelf met die doos naar binnen lopen. Ja, ik zal hem ontwikkelen. Je hebt alweer hier... Kijk je uit dat die pen niet gaat lekken, Gerard. Ik kan beter even een messie pakken. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Voor de rest wens ik iedereen natuurlijk een hartstikke leuke week. Bedankt voor de leuke complimenten. Zoals je weet kun je mij volgen op Instagram, Instagram Story, TikTok, Facebook. Dat heb ik al gezegd. Twitter uiteraard. En natuurlijk ook mijn eigen YouTube kanaal. Nou, mocht je denken, god joh, wat moet ik nu eigenlijk gaan doen? Ik vind het leuk om die gekke Joren een keer te volgen. Dat kan. Je kan gewoon gaan abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kost je helemaal niks. Geef het door aan vriend en vijand en maak er een feest van. Ik wens jullie een leuke week. Gezondheid, geluk. Tot de volgende keer. Jezus, ben ik toch goed.